Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Tony Media. Dest slalomt om de bananenschil. Feyenoord Steen Paixão schaart langs Heracles. En Twente wint dik met 2-1. Verder stormt het ouderwets in Alkmaar. Had Ajax meer vrije dagen moeten krijgen. En zullen wij waarschijnlijk extra kort gehouden worden vanavond. Het is maandagavond. Weer gewoon vergezeld door een professional. Maar wel de hoogste tijd. Voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer. Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel. Gebruik je verstand, godverdomme! Goedenavond, kijkers van de YouTube-livestream. En hallo, luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug. Weer een gloednieuwe aflevering van de derde helft. Nog steeds de Eredivisie-podcast waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Alle 9 wedstrijden en alle 18 teams door de ogen van een stelletje amateurs. Vandaag stelletje amateurs Snijboon en ikzelf, die vergezeld worden door een professional. Want niemand minder dan Jeroen Manschot is terug. Welkom, Jeroen. Dankjewel. Superleuk dat je er weer bent. Ja, zeker. Je seizoenlijkse rentree, ja. Een jaarlijkse rentree, ja. In de studio. Voor de mensen die je niet kennen, we hebben normaal een best wel lang lijstje, maar je bent scheidsrechter in de Eredivisie. Ja, dat is vrij simpel. Daar kunnen de mensen je van kennen. En voor de mensen die je denken te kennen, hebben we een rubriek dit seizoen. En die rubriek heet Komt-ie-scoop. Komt-ie-scoop! En de Komt-ie-scoop is eigenlijk een rubriek waarin wij een vraag stellen aan de gast, waarvan wij zeker weten, althans, dat hopen we maar, dat die vraag nooit eerder aan de gast gesteld is. En vandaag de vraag voor jou. Welk vak of onderwerp zou jij toe willen voegen aan het curriculum van de scheidsrechtersopleiding? Ik denk dat het tegenwoordig wel goed is om hoe je omgaat met biergooiers misschien. Dat je dat in de opleiding... Wat doe je met biergooiers? Is het dan het ontwijken van het bier? Ja, nee. Hoe ga je staken? Wat vind jij van... Nee, ik denk oprecht wat je mee kan nemen in de opleiding is omgang met social media, de druk van social media en wat het kan doen met jou als official. Wordt daar nu nog niks mee gedaan? Nou ja, we hebben wel mediatraining, ja. Maar mediatraining is denk ik tegenwoordig meer social media training. Ja. En daar gebeurt voor zover ik weet niet heel veel mee op dit moment. En ik weet je, het is van deze tijd. Social media, bijna iedereen heeft het. Je bent makkelijk te vinden. Het is ook makkelijk om met een onbekende naam of een eigen gemaakt accountje zonder daar iets van bekendheid van jezelf. Iemand gewoon helemaal te belagen, alles van te vinden. En dan kan je zeggen, ja, dan moet je maar van social media af. Maar ik zie het ook weer als een uitgelezen mogelijkheid om mensen weer spelregels uit te leggen of in ieder geval begrip te kweken voor het scheidsrechtersvak. Dus om er nou vanaf te gaan, vind ik ook weer zo wat. Wat je tegenwoordig heel vaak ziet, is dat willekeurige posts op social media ook de bron van nieuws zijn. Dus dan zijn er 4 of 5 niet belangrijke accounts op Instagram of zo, of op X, die een bepaalde mening zijn toegedaan. Ja. En dan is er altijd wel een knip of plak site die daar dan vervolgens een artikel aan wijdt. En dan is de kop is gewoon alsof Marco van Basten het bij Ziggo heeft gezegd. Maar dan zijn het gewoon 5 mensen op X die mening hebben. Ja. En zo ontstaat dan nieuws. En voor je het weet sta je dus 2 weken later als voetballer of als scheidsrechter, sta je die vraag te beantwoorden, omdat dat dus helemaal zijn eigen leven is gaan leiden. Ja. Dus het is ook niet meer per se alleen maar die onbekende op de zolderkamer. Het is ook wel gewoon, er ontstaat ook wel gewoon een tendens door, wat best wel gevaarlijk is en waar je als scheidsrechter denk ik ook wel last van kan ondervinden. Ja, zeker. Zeker als je er voor open staat en er het iets mee gaat doen, dan denk ik dat het wel lastig kan zijn. Je hebt wel eens, volgens mij eerder bij ons gezegd, je hebt hier een paar keer geweest, dat je wel probeert te antwoorden waar mogelijk. Is dat nog steeds zo? Of denk je inmiddels van... Nee, ik vind wel als iemand mij een normale vraag stelt over een situatie of over een spelregel, dan is het eigenlijk 9 van de 10 keer wel vanuit mijn eigen wedstrijd. Want ik vind het makkelijker om over mezelf te lullen dan over een ander. Ja, maar over later meer. Daar later meer. Ja. Wij hebben dat precies andersom. Ja. Ik weet niet wat je in de laptop hebt staan. Maar... Ja, veel. Nee, maar ik vind het wel, wat ik zeg, ik kan een spelregel uitleggen. Ze hoeven het er niet mee eens te zijn. En ik hoef het ook niet met hun eens te zijn. Alleen je hoopt daar op die manier wel een soort van begrip te krijgen voor een beslissing die je hebt genomen. In hoeverre je al begrip moet krijgen. Maar goed, ik neem die beslissing en het is gebeurd. Ja. Maar als iemand mij op een normale manier benadert en daar een vraag over stelt, dan krijg je van mij ook gewoon een antwoord. Okay. Dus, maar als je weer over mijn moeder begint, ja, dan ga ik niet antwoorden. Gijs?
Ik zou niet meer met de derde helft account in jouw DM sliden. Over je moeder. Dat zou je niet doen. Oké, maar social media training dus. Die toegevoegd moet worden. Ja. Relevant. Snijboon, Tim is er niet. Nee. Ja, wat rustig zou kunnen zijn. Ja, ik voel ook wel stress daardoor. Okay. Want ik heb enerzijds het gevoel dat ik dus Tim's rol op moet pakken. Maar anderzijds het gevoel dat ik absoluut niet Tim's rol op moet pakken. Dus ik ga gewoon proberen hier als mezelf te zitten. Ja. En ik ga er ook vanuit met Jeroen naast me dat als we de lijntjes erbuiten gaan, Gijs, dan... Dan zullen we het volgende week wel horen van Tim, toch? Ja. Zo is het. Nou, dat en jij hebt ook een fluit. Ja. Jeroen is scheidsrechter. Dus volgens mij heb ik heel weinig ruimte om in te begeven vandaag. Rizzy, we gaan namelijk naar het voetbal. En we beginnen zoals altijd bij de koploper. De koploper is nog altijd PSV. Heel verrassend. Roger Smit noemde de Eagles al eens de beste ploeg uit de Eredivisie. En ook Peter Bos voorzag een bananenschil op de vrijdagavond. In de eerste helft in Deventer slalom de Dest behendig om die ene bananenschil heen. De tweede helft gooiden de Eagles iets meer schillen op het veld. Maar mede door twee uitstekend acterende keepers bleef het bij 0-1. Snijboon, het gaat niet meer over het kampioenschap, maar het gaat over ongeslagen kampioen worden bij PSV. Hè? Ja. Kan dat dan nog een domper vormen? Ja, het kan wel. Want ze prent het nu in iedereen zijn kijkershoofd van we willen ongeslagen kampioen worden. Ja. Dus als dat niet lukt... Ja. Nou ja, en in principe... Mislukt zeg maar, seizoen. Als ze tegen Dortmund uitgaan en ze worden gewoon kampioen. Dan vraag ik me af. Gewoon ook. Of op die platte kar. Of het nou echt wel zo'n feestje is. Ja, en het klinkt heel raar, maar ik vraag me oprecht af. Ja. 0.0. Waarom denk je dat? Omdat het doel nu moet zijn ongeslagen kampioen zijn? Nou, omdat ze dus eigenlijk. Dus ik denk dat ze nu al gedeeltelijk in de feestvreugde zitten. Mentaal. Want eigenlijk ben je nu al een beetje kennis aan het maken met het idee dat je kampioen bent. En dan tegen de tijd dat je het misschien feitelijk bent. Is de meeste euforie al voorbij of zo? Ja. Is het gewoon een beetje... Ja, je wordt elke week steeds meer een beetje kampioen. En dat zeg maar bij Bayern. En gaven ze op de deur als een kampioen werden. Gaven ze elkaar een hand. En dan gingen ze gewoon weer door met hun week. Ja. Denk je als PSV nu één keer had verloren al dit seizoen. Mm-hmm. Dat de kans dat ze het nog weggeven groter is. Want nu hebben ze dus dat doel van ongeslagen kampioen worden. Dus ze gaan echt volle bak voor elke wedstrijd. Ja, maar als ze nu een keer verliezen. Ja. Dan moeten ze ook gelijk zoveel verliezen. Dat Feyenoord weer een beetje in de buurt komt. Ja, oké, precies. En dan wordt het spannend. En dan word je kampioen dan weer erg blij. Ja, want dan is opluchting. Is het al eens eerder gebeurd in Nederland? In de Eredivisie? Ongeslagen kampioen? Goede vraag. Volgens mij zijn er geen Invincibles in Nederland. Weet ik niet. Zou even opboeten. Jeroen, van die lastige vragen stellen. Voor twee sluit ik in je DM, hè? Pas op. Zit niet bij mij, toch? Ja. Okay. Hey, Jeroen, even over Peter Bos. Kampioenenmaker kunnen we nu wel zeggen. Ja. Wellicht ongeslagen kampioenenmaker. We hebben het hier altijd over... Nou ja, in 77-78. Ja. Oké. Okay. Ook PSV. Niet doen. En Ajax in 94-95. Oh! Het is echt een nachtkaars dit seizoen. Ja. Zelfs als ze ongeslagen kampioen worden. Al hadden ze een beetje... Dat is nou weer weggenomen. We hebben het hier vaak over de omgekeerde psychologie van Bos. Hij een soort schoolleraar. Praat hij tegen mensen, journalisten. Hoe gaat hij met jullie om, vroeg ik me af. Ik spreek hem eigenlijk nooit. Ik zie hem ook niet rondom een wedstrijd. Ik heb hem één keer gehad dit seizoen. Ja, twee keer. PSV Twente, de eerste werd afgelast. En daar heb ik kort met hem gesproken. Dat was gewoon prima. Dat was een prima gesprek. En de tweede keer heb ik hem eigenlijk niet gezien. Dat klopt. Het regent, ja. Hij zegt, het is mij te nat, ik wil niet spelen. Ik zeg, nou mooi, ik ook niet. Heel goed. Maar ja, als je nee had gezegd, had je de echte Peter Bos gekregen. Ja, dan had je dat DD op je hoofd gehad. Ja. Nee, dus hij is niet per se... Naar mij toe in ieder geval niet. Nee. Oké. Nee. Netjes. En geniet jij ervan? Adelaarshorst, PSV, daar, Engelse sfeer. Kijk er ook extra uit. Mocht je daar fluiten, heb je dan echt meer zin in dan andere wedstrijden? Of maakt niet zo gek veel uit welke? Nou ja, elke wedstrijd is natuurlijk echt leuk. Maar het is natuurlijk geen geheim dat we zeggen dat de Kuip natuurlijk altijd qua atmosfeer supermooi is. Maar Adelaarshorst is dat ook. Hè? Op het moment dat je al die straat heen komt rijden, dan rij je al door die huisjes. Dan zitten de mensen voor hun deuren met een biertje. En go-ahead shirt aan, vlaggen hangen uit. Ik doe mijn kostuum uit, want ze zien dat ik dan van de KNVB ben. Dus dat is niet zo veilig altijd. Ja, moet incognito. Ik rijd met een masker op en ik ga er zo doorheen. Zo'n krant met twee gaten erin loopt hij door de voordeur. Ja. Nee, maar je proeft het wel al meteen. Hè? Ja. Zeker dan die middagwedstrijden of het einde van de middag. Dat een beetje die douw erin komt. En het is echt superleuk.
Is er ook echt een verschil in hoe jij wedstrijden beleeft per gedeelte van het jaar? Want als voetbalsupporter is altijd alsof er die lente doorbreekt. Je krijgt die eerste wedstrijden waar dan iedereen zo met zijn hand boven zijn ogen zit. Ja. Weet je, omdat dat eerste zonnetje doorbreekt, maar die is nog zo laag dat die eigenlijk gewoon recht in je gezicht schijnt. Als voetbalsupporter gaat dan het seizoen, wordt echt lekker pas, weet je wel. Is dat als scheidsrechter ook? Ik had vorige week Fortuna Excelsior en dat was... De zon was inderdaad laag. De assistent die stond de eerste 10 minuten zo. Mm-hmm. Maar dan merk je gewoon aan alles en iedereen. Ze hebben korte mouwtjes aan. Ze zitten lekker met een biertje op de tribune. En dat merk je zelf ook qua temperatuur. De spelers hebben er meer zin in. Lekker temperatuurtje. Niet te heet, niet te koud. En ik heb een hekel aan regen. Dus voor mij hoeft het ook niet te regenen. Waarom ben je scheidsrechter geworden? Waarom ben je niet scheidsrechter geworden bij zaalvoetbal? Ik denk dat ik op één hand kan tellen de wedstrijden die ik echt in regen heb gehad. Omdat je ze allemaal afgelast. Ja, kijk naar buienraden. Nee, het gaat er niet worden vanavond. Stand met Peter Bos. Staat met zijn flesje boven zijn hoofd. Volgens mij regent het. Ik sta even over de spelers van PSV. Jij vindt Mauro Junior een interessant geval? Nou ja, het is natuurlijk altijd... Mauro Junior is een beetje de 15e man bij PSV. Ja, ongeveer, ja. En die krijgen altijd onevenredig veel lof. Omdat je ze dicht bij die ploeg moet houden. Dus Mauro Junior is een soldaat. Ja, ja. En nu was hij weer een brandweerman. Omdat hij altijd ziet waar het gevaar is. Geweldig. Hij is de comeback kid. Is hij, weet je wel. Dus hij krijgt heel veel lof. En eigenlijk hoe meer lof je krijgt als wisselspeler. Hoe meer zorgen je ook moet maken op een bepaalde manier. Want het is hetzelfde als wat je vroeger had. Als je aanvoerder was van het tweede elftal. Ja. Dan wist je dat je nooit in het eerste elftal ging spelen. Ja. Want dan gaven ze die band niet. Nee. En dat is een beetje met Mauro Junior. Maar ik zat dus na te denken van. Hoe ver moet hij afzakken om echt basisspeler te zijn? Hoe bedoel je, hoe ver moet hij afzakken? Nou, bij PSV wordt hij dus niet basisspeler. Ja. Want ook als Veerman bijvoorbeeld weggaat, dan ga ik ervan uit dat PSV iemand haalt die alsnog voor Mauro Junior komt. Ja. Maar ik denk dat, ja, misschien niet bij Feyenoord, maar voor de rest speelt hij, denk ik, bij elke ploeg in de Eredivisie gewoon basis. Hmm. En dan is altijd de vraag, ga je dan dat doen? En ik ben er altijd fan van, want ik vind altijd dat goede spelers moeten gaan afzakken tot het niveau waar ze basisspelers zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je bij dit PSV speelt en dan denk je, ja, ik ben liever hier 15e man. Aan de andere kant word je ongeslagen kampioen, wat al zo vaak gebeurd is. Helemaal geen zo boeit is het ook niet. Nee. Dan kan je beter gewoon aanzetten. Nee, maar je zegt een 15e man, maar eigenlijk is het gewoon een goede tweede man. Dus op het moment dat de positie niet ingevuld kan worden, dan zetten ze hem in. Dat is wat jij bedoelt ook met die lof die hij krijgt. Ja, alleen hij is dan ook nog eens, je hebt ook met die buitenspelers, met Lang en Lozano en Bakayoko, daar zit soort van voor mij al de 12e man, want dat is de eerste wisselspeler waar je aan denkt. Ja. En dan heb je nog centraal achterin. En Mauro Junior is soort van speler 15 die je invult in het formulier van, oh, deze spelers gaan 100% basis staan. Waar zie jij hem voetballen? Ja, ik vind AZ wel een... Ja, ik denk dus eigenlijk misschien op het middenveld van Feyenoord niet, omdat dat middenveld is wel gewoon echt goed. Ja. Maar voor de rest denk ik dat hij bij elk middenveld in de Eredivisie momenteel gewoon de basis inloopt. Ja. Klein tipje. Ik zie hem wel bij AZ met Pavlidis samen. PSV gaat in ieder geval ongeslagen kampioen worden, ondanks dat het natuurlijk geen reet uitmaakt. En niks voorstelt, zoals we hier geconcludeerd hebben. Gaan we door naar nummer 2, Feyenoord. Feyenoord speelde thuis tegen Heracles. Waarschijnlijk was deze wedstrijd verplaatst naar zondagavond, zodat Slot rustig kon bijkomen van de kinkhoest. Na de wedstrijd moest heel voetbal binnen Nederland bijkomen. Niet van het feit dat de dop van de Mexicaanse salsafles losser en losser komt te zitten, maar vooral over het steen Pajao Schaar. Voorafgaand aan de 3-0. Snijboon, iedereen struikelt en valt erover. Ja. Kan dit... Zal ik... Oké, voor de paar mensen die het niet gezien hebben. Er is een vrije trap voor Feyenoord. En er zijn twee spelers die doen steenpapier schaar. Ja. Dat zijn Jiménez en Hartman. Ja. Vervolgens neemt Pajao de vrije trap en die scoort hem. Ja. En heel Nederland valt hij over. Mede ook omdat Slot daar zelf een beetje over viel. Ja. Wat was het verweer van de spelers... Door twee linksbenige spelers steenpapier schaar te laten doen, wisten ze in ieder geval zeker dat de keeper niet verwachtte dat het een rechtspoot was. Ja. Er zijn toch makkelijke manieren om daarmee om te gaan? Ja, dat zou je denken, ja. Maar is dat zo? Dat was de tactiek erachter. Want Jiménez en Hartman beide linkspoten. Ja. Dus dan zou hij sowieso alles zo opstellen dat een linkspoot die bal zou nemen. Ja, het voelt een beetje... Als bij 8-0 voor je keeper de penalty laten nemen. Het is gewoon lullig voor de tegenstander. Toch? Ja, ik weet het niet hoor. Het is een vorm tactiek. Ja.
Ik denk dat ik voortaan mijn beslissing ook zou gaan nemen. En is dan de assistent, dan zeg ik, wat penalty of niet? Ja, maar is dan de volgende stap dat jij dan uit dat borstzakje gewoon zo'n heel klein spelletje vier op een rij pakt en dat je dat dan gaat doen? Boterkaas en eieren, sneller hoor. Ja, maar kamertje verhuur. Je moet volgens mij nadenken, hoe kan ik een voordeel pakken ten opzichte van de tegenstander, toch? Mm-hmm. En als dit de enige manier in hun ogen is om een voordeel te pakken op tegenstander, dan is dat toch prima. Verzinnen de spelers dan ter plekke? Want Slot wist van niks. Althans, dat doet hij zo overkomen in zijn interview. Nee, ik denk ook wel dat hij echt niets van... Want hij was echt not amused. Nee, want ik... Als dit de enige manier is die je kan verzinnen om een voorsprong van tegenstander te krijgen, dan heb je heel veel logischere manieren heb je terzijde geschoven die je ook gewoon had kunnen gebruiken. Maar dat zijn misschien meer de te verwachten manieren. Gewoon verwarring zaaien. Dit verwacht je niet. Nee. Althans, als ik het op het veld zou zien. Want ik zag dat Nijhuis ernaast stond. Ik denk, die gaat zo meedoen. Zelf nemen op Nijhuis. Ja. Dat had zeker niemand verwacht. Dat is de volgende stap. Breng hem niet op idee, hè? Ja. Nee, nou goed. Misschien ben ik ouderwets. Ik heb toch geschiedenis gestudeerd. Ik moet toch een beetje de oude lul zijn. Ze wonnen 3-0 in ieder geval. Dat was ook de 3-0 tegen Heracles. Het was een zondagavond 8 uur wedstrijd. Jeroen, hoe beleef jij die tijd? Ik ben fel tegenstander, maar dat maakt in dit geval op zich niet uit. Hoe beleef je die wedstrijd? Ja, het nadeel is daaraan is dat je de hele dag aan het wachten bent tot je naar de wedstrijd kan. Maar dat heb je op de vrijdagavondwedstrijden, die zijn ook om 8 uur. En dat heb je op de zaterdagavondwedstrijden, die zijn ook laat en soms zelfs om 9 uur. Alleen zondag voelt van oudsher als een voetbalzondag. Hè? Je start om 11:45 en je sluit af met 16:45. Ja. En dan heb je een hele tijd niks. Dan zit je een uur naar tv te kijken als tv-kijker. En dan is het nog een keer een wedstrijd. Terwijl je de Studio Sport al gezien hebt. En dus het voelt een beetje gek. Maar voor jou... Maar voor mij, of ik nou op vrijdagavond om 8 uur fluit of zondagavond 8 uur. Dat maakt me niet zoveel uit. Geen weekendtarief. Nee. Hebben jullie tarieven voor... gewoon hoe laat moet je fluiten voordat je extra geld krijgt? Dit is echt extreem buiten normale werktijden. In het weekend en 's avonds. Hebben jullie tarief voor door de week juist? Omdat dat minder normaal is? Of is het gewoon fluiten? Nee, dat is dus wat is aangepast. Vroeger hadden ze dus wel dat je midweeks toeslag kreeg. En zijn gewoon mensen die meer geld krijgen als ze woensdag moeten werken. Nee, serieus. Omdat voetbal was een weekendsport. Maar dan werd er gezegd, als je door de week een wedstrijd hebt. Of vrijdagavond of maandagavond. Dan krijg je daar een toeslag voor. Omdat je vrij moet nemen van je werk. Ah ja. Maar... In een hele oude systeem verdiende je dus meer met bijvoorbeeld Topos tegen FC Den Bosch dan dat je op zondag Ajax Feyenoord floot. Door die midweekse toeslag. Toen hebben ze gezegd van ja, dat is natuurlijk te krom. Want de belangen zijn heel anders. De belangen voor beide clubs zijn hetzelfde. Ja. De druk is heel anders. Ja, precies. Laat maar raden, tarief is nou het goedkoopste bijgesteld of niet? Bij Ajax Feyenoord. Bij Ajax Feyenoord. Nee, het was nu niet dat je... Je kreeg niet meer, maar je kreeg minder. Het is hetzelfde potje, alleen anders verdeeld. Ah, ja. Heel goed, nou, zondag 8 uur wedstrijd maakt voor jullie dus niet uit. Voor ons wel, vind ik. Maar goed, Snijboon, wel een Reuter. Ook uitblinken, weer de nul. Ja, maar is dat toch een bijzonder fenomeen, hè? De tweede keeper. Hij ruikt bloed. Stond dat er, ergens? Nou is dat, vind ik, in relatie tot Bijlo, vind ik dat gevaarlijk. Want dan is hij is 100% dus weer geblesseerd. Ja. Wel een Reuter wil graag eerste keeper zijn. En ik kan het hem niet kwalijk nemen. Want ik heb Bijlo ook al een tijdje niet zo zien keepen. De vraag is alleen, gaat hij gokken op dat er alsnog wel een club komt voor Bijlo? Of gaat hij eigen Slot heb je het nu over. Slot heb je het nu over. Nee, maar ook wel een Reuter zelf. Want uiteindelijk is denk ik, qua hoe goed hij is als keeper, is eerste keeper worden bij Feyenoord, is het hoogste wat hij kan bereiken. Denk ik. Maar is hij dan een beetje de 15e man zoals Mauro Junior bij PSV is? Nou ja, een beetje. Want hij is de tweede keeper. Ja, maar ook bij hem is het dus. Gaat hij eigen voor zijn geld kiezen? Dus gaat hij denken, ja, ik ga niet het risico lopen dat ik weer achter Bijlo zit. Dus ik ga naar, op papier misschien een mindere club, maar dan ben ik eerst de keeper. Ja. Of zet hij al zijn geld op Feyenoord. In de hoop dat Bijlo verkocht wordt. Zodat en dan hij is hij echt de eerste keeper. Want hij staat er wel echt goed op. Ook bij het legioen. Ik denk dat de vorige keer ook, hoor. Ja, de eerste keer dat hij moest invallen, dat hij gehaald werd nadat Bijlo de eerste keer geblesseerd raakte. En dat is, ik denk niet dat er veel wisselkeepers van Feyenoord zijn die zo geliefd zijn binnen de club. Dus misschien wat gokje gewoon wagen hoor. We zullen zien. En nog opvallende verschijning bij Feyenoord. Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën. Je hoort wel eens dat wedstrijden pingpongwedstrijden zijn. In dit geval de tenniswedstrijden. Want het was niet... Belen, centraal achterin, maar het was iemand anders. Dus komt het zien op onze social media kanalen. Het was een Russische tennisser. Oh. Meer geef het niet weg, Snijbo. Dus je kan het te zien komen. Het is risicovol hoor. Wel leuk. Ingestuurd door Koen van Schaik, dus dankjewel daarvoor. Ah. Koen, gaan we door naar Twente tegen Sparta. Na een prachtige minuut stilte begon het publiek te fluiten als de binnenkort transfervrije Gijs Smal
de bal kreeg. Dit fluiten verging het publiek redelijk snel, want Twente speelde weer lekker voetbal. Kees Rijvers kon van boven toekijken en zag dat het goed was. Dankzij een uitblinkende Nick Olij werd het een van de dikste 2-1 overwinningen van dit seizoen. Vorige week kon ik zo ongelooflijk genieten van Ricky van Wolfswinkel, die volledig werd uitgekapt door Harts Moussa en daarna hem een high five gaf van goed gedaan. Maar deze trend zet zich echt door bij Twente. Dit is het geheim van Twente: ontspannen. Want Joshua Brenet heeft een waanzinnige doelpoging uit zijn achterzak. En Nick Olij ranselt hem op een of andere ongelooflijke manier uit de kruising. Brenet loopt naar Olij toe, knuffelt hem en ze lachen allebei naar elkaar. Dus dat is FC Twente. Gewoon geen stress, niet woedend dat je die kans mist. Maar je gaat naar die keeper toe en je lacht en je zegt... Jezus, wat was dat een redding van jou, zeg. En gewoon glimlachen door, corner. En je wint gewoon de wedstrijd alsnog. Maar we moeten dus even uitzoeken wie de mental coach van Twente is. Ik verdenk Youssef Oosting. Oh. Dat hij gewoon het geheim gewoon waterpijpje is. Waterpijpje erbij. Allemaal zo'n paard brilletje op. Gewoon heel ontspannen. Gewoon dat je elkaar niet meer kan zien van de rook in de kleedkamer. Weet je wel. Geen idee van de opstelling en tactiek. Maar gewoon, ga maar naar buiten. Ja. Heb maar een beetje zin. Ja, ik vind het zo verfrissend. Vergeleken met al die... Ik snap dat belangen groot zijn financieel. Allemaal, maar in de wedstrijd gebeuren er gewoon soms dingen dat je moet kunnen genieten. En het lijkt erop dat iedereen die bij Twente speelt kan genieten. Behalve Snijboon, Gijs Smal. Ja, Gijs Smal. Misschien moeten we de term supporter ook gewoon aanpassen. Want blijkbaar, tegenwoordig als voetbalsupporter zijn er meer... Toeschouwer, is dat wat? Ja, of gewoon... Stadionganger? Ja, zoiets. Of, maar een supporter gaat tegenwoordig naar het stadion. En in plaats van dat hij gewoon zijn ploeg gaat aanmoedigen en hoopt dat het goed gaat, lopen de meeste voetbalsupporters tegenwoordig gewoon met heel veel verwachtingen het stadion in, die maar waargemaakt moeten worden. En of dat nou is bij Ajax, waar alles gevonden moet worden, of bij Twente, waar een voetbalsupporter blijkbaar verwacht dat een voetballer net zoveel liefde voor de club heeft als dat zij zelf hebben. Het moet allemaal maar waargemaakt worden en anders word je dus uitgefloten. Een jongen die op zijn 22e transfervrij naar Twente komt, sportief gewoon heel veel de club gebracht heeft en na 4 jaar contract gewoon besluit om ook weer verder te kijken. Ik vind dat geen reden om uitgefloten te worden. Kan je niks kwalijk nemen. Nee, toch? Nee. Ik vroeg me af, Jeroen, als je dat dan... Dat krijg je mee als scheidsrechter, denk ik, dat iemand uitgefloten wordt. Ja, als je een beetje de verhalen weet natuurlijk rondom de wedstrijd, waarom dat gebeurt. Voel je dan geroepen om soms even naar die gozer te lopen en zeggen, trek je niet aan? Of proberen een mentaal eroverheen te hebben? Of denk je van, dit is zijn probleem, ik fluit mijn wedstrijd? Ja, nee, het is niet een focus om dat te doen. Maar als die voorbij komt of je komt aan de praat, natuurlijk heb je het er met elkaar over. He, wat jij zegt ook over de reddingen die gedaan worden, dat ze even genieten. Weet je, iedereen geniet van dat sportje. Ja. En iedereen geniet van de voetballers, de acties. Maar daar hoort ook die teleurstelling bij. Als inderdaad, supporters, toeschouwers, hoe je het noemt. Dit op de mat brengen naar een speler die in mijn ogen ook heel veel heeft gebracht aan de club. Ja. Wat jij zegt, transfervrij. Ik geloof dat ze 3-4 spelers hebben kunnen halen. De rest al mijn eigen jeugd. En ze staan nu op de plek voor Champions League mogelijk. Ja. Heb je ook wel eens dat iemand dan heel wordt uitgefloten dat je geen idee hebt waarom en dat je dan heel veel bij een aanvoerder of zo vraagt van, hey, is dit iets waar... Ja, maar het kan iets zijn waar je als scheidsrechter wel ook alert op moet zijn, toch? Ja. Okay, ja. Nou ja, zeker. Want het kan ook gewoon op de tribune iets aan de hand zijn, hè, dat je niet direct in de gaten hebt. We hebben wel vaker gezien dat of reanimaties of andere dingen zijn. Ja, daar moet je ook natuurlijk op letten. Ja. Maar niet dat een linksback wordt uitgefloten en dat je dan vraagt, is er iets dat die aanvoerder zegt, nou ja, hij is gewoon heel slecht. Ja. Dat ook wel gezien. Dan gaan we door. Ja, dat ziet hij zelf ook wel. Zelf ook fluiten. Nee, het is niet dat ik hem bewust op zou zoeken, maar als je met elkaar in gesprek komt, dan natuurlijk probeer je daarin te helpen. Van joh, trek het je niet aan, je hebt genoeg gebracht en kop op. Laat je voeten spreken, dat is het enige wat je kan zeggen. Heel goed. Gijs, als je dit hoort, je weet wat je te doen staat. Maak wij een uitstapje naar buiten de lijn. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu vooral op stem, wat is? Oké, Edwin, buitenspel. Ja, ik wil toch even weten, wie zijn dit nou eigenlijk, Jeroen? Weet Kevin dat? Blom en Edwin van der Graaf. Ja, heel goed. Kevin en Edwin, die kunnen elkaar niet verstaan. Bernie Raymond, toch? Ja, Bernie Raymond, ja. Kevin Bloms artiestennaam. Snijboon, wat heb je meegenomen? Nou, ja, je wilt toch een beetje een buitenspelletje waar de gast zich ook gewoon prettig bij voelt. Dus ik ben toch even... Die heb ik ook, denk ik. Of niet? Maar dat is ook... Nee. Ik heb een andere waar hij zich ook prettig bij voelt. Oh, wat goed. Ja. Ik ben even ik ben over de vijver overgestoken. Ik ben even naar Engeland gegaan. Want ik las vorige week, ik weet niet of het inmiddels achterhaald is, maar het is wel leuk om het over te hebben, dat Ten Hag derde stond op de lijst met mensen met gele kaarten bij United dit seizoen.
Dus er zijn twee spelers, waren er die 5 gele kaarten hadden. Waren Luke Shaw en Bruno Fernandes. Wat sowieso ook wel interessant is, dat Bruno Fernandes 5 gele kaarten al heeft. Ja, ik had Casemiro gegokt. Ja. Dus ik ze moeten gokken. Daarna komt Ten Hag met 4 gele kaarten. Omdat hij gewoon ook tegen City weer helemaal uit zijn sterken was gegaan. En nu we hier een scheidsrechter hebben, ben ik dan toch wel benieuwd. Want het voelt toch altijd een beetje lullig. Als een scheidsrechter, zeg maar, als je een voetballer geel geeft, dat hoort bij het spelletje. Maar dat je gewoon naar een volwassen man in pak toeloopt en die een gele kaart geeft, voelt als kijker altijd een beetje lullig. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe je dat als scheidsrechter beleeft. Nou ja, weet je, we hebben de afspraak gemaakt, ook begin van het seizoen. Hebben ze in Engeland gedaan. Nou ja, dit is het bewijs dat dat er ook gebeurt. Dat we harder zouden optreden naar wangedrag van spelers. Maar ook zeker vanaf de banken. Omdat we gewoon merken dat alles wat rondom de banken gebeurt. Hè, het arm omhoog gooien, het wegwuiven. Nou, dat jut het publiek op. Dat jut spelers op. Dat heeft een bepaalde... Heeft effect op de alles omheen. Ja, ja, op de wedstrijd, maar ook vooral op het gedrag van mensen in die wedstrijd. En ook richting voorbeeldgedrag naar kinderen en naar de kinderen die op de tribune zitten, maar ook op televisie. Daarvan hebben we gezegd, dit moeten we aanpakken. Ja. Dus dan zullen er ook meer gele kaarten gegeven worden aan trainers, assistent trainers, fitnesscoaches. Maar ja, de slimme banken, de ene keer zegt die wat. En dan zeggen ze, jij gaat zo wat zeggen. En dan zegt die wat. En echt? Zo gaan ze allemaal het randje, ja. Dat is ook geen. Dat merk je internationaal helemaal. Maar als voetballer doe je wel eens tellen, toch? Dus dit mag officieel niet. Maar dan, vroeger was het altijd, wees je zo naar 3 plekken op het veld. Ja. En dan gaf je hem geel. Van dat waren 3 overtredingen. Kan je dan ook op de bank wijzen naar 3 of 4 verschillende spelers? Is het stafleden dat je die fitnesscoach, die fysio, die assistent en jij. Ja. Jij krijgt geel. Ja. Die kan de trainer dan geel geven. Want hij is eindverantwoordelijk voor het gedrag van de bank. Ja, dat is leuk. Dus hetzelfde als dat als je naar de bank toe loopt en je zegt wie heeft het gedaan. Als je het niet gezien hebt, maar je weet wel dat iemand op de bank is. Maar ze hebben allemaal dezelfde kleding aan en je weet het niet. Dan vraag ik het aan de coach. En dan zeg je, oké, wie heeft het gedaan? Als hij dan niks zegt, dan krijg jij hem. Jij bent eindverantwoord. Heel interessant. Ik weet dat. Want jij geeft aan, dit mag niet. Hè? Maar dat mag gewoon. Hè? Het is gewoon een optelsom. Het herhaaldelijk overtreden van de spelregels is een gele kaart. Ik weet dat Tim ooit op school. Terwijl een docent met de rug naar ons toe stond. En het krijtje tegen het bord gooide. Toen moesten we allemaal in de klas blijven zitten. Dat is allemaal zo. Totdat degene zich had gemeld die het had gedaan. En toen ging Tim zo alsof hij de bigger person was. Ging hij zo zeggen: ha jongens, weet je wat? Ik meld me wel. Terwijl hij het ook echt gewoon. Reverse psychology. Beetje Peter Bos achter. Maar zou een blauwe kaart, mocht hij ooit geïnteresseerd worden, ook voor een trainer gelden? 10 minuten aan de trainer. Ja, nee, dat weet niet. Hij zou ook niet voor alle overtredingen gelden. Dus er zal alweer dan daarin weer een bandbreedte wanneer het wel mag en wanneer het niet mag. In Nederland dat trainersgebied, is dat heilig of niet? Want in andere landen is dat gebied helemaal niks meer waard. Want ik ben zelf het coachvak bedoel je? Ja, ik ben zelf fan van Arsenal. En Arteta die staat vaker ongeveer bij de cornervlag, maar dat hij in het coachvak staat. Ja. Is dat in Nederland wel wat meer van, blijft daar wel gewoon in? Ja, het is wel echt een richtlijn van blijf daar. Maar er is ook wel een verschil waarom verlaat hij soms het coachvak voor 2-3 metertjes. Omdat je ziet ook vaak dat ze even 10 seconden eruit zijn om bijvoorbeeld naar linksback te kunnen instrueren. Ja, in een vol stadion is dat lastig. Dus dan zeg je wel tegen die trainer, joh, respecteer even dat vak, blijf erin. En kijk vooral uit voor de assistent. Ja. Maar internationaal zijn ze er ook veel strenger op. Ik heb het een buitenspelletje voor je, Jeroen. Scheidsrechter Patrick Ittrich, Duitsland. Ja. Die floot Bayern München Mainz. En die vertolkt een helder rol door de verstikking bij Joshua Guilavogui. Moet ik uitspreken, Snijboon? Ja. Te voorkomen. Dus hij ging neer en hij heeft de tong ingeslikt. Maar deze man is politieagent en heeft dus een cursus gehad. Ja. Tong uit de mond gehad en een rustige zijligging gelegd. En hij zegt, ik wilde geen lof. Ik wil eigenlijk alleen maar dat meer mensen deze cursus volgen. Ik vroeg me af, hebben jullie ook zo'n cursus? Nee. Oké. Okay. Nee, die vraag is mij een aantal maanden geleden ook gesteld met Bas Dost. Ja, was bij Bas Dost. Ja. AZ-NEC. Ja. En dan hoop je dat je wel zo'n cursus hebt gehad. En dan hoop je dat je kan helpen. En dan hoop je dat je... omdat je, nou ja, je ziet dat dit is echt snel handelen. En dan moet je ook meteen in handelen. Dus het zou voor mij ook... misschien is dat wel de scoop. Misschien was dat toch goed. Social media training en of EHBO. Laten we dan eerst de EHBO doen, daarna social media. Ja. Ja, welke is belangrijker? Dat is de vraag. Je ziet het wel steeds vaker, heb ik het idee. Hè? We horen steeds, er komt ook steeds meer in beeld. Maar je merkt steeds vaker dat er issues op het veld zijn. Ja, als je daar als eerste bij bent, wat wel heel vaak het geval is. Ja, laten we dat doen dan. Goeie. EHBO-cursus. Ja. Goed jongens, gaan we terug naar de voetbalwedstrijden. Om te beginnen bij AZ tegen Excelsior. Ondanks de, voor Alkmaars begrippen dan, matige wind, stormde het ouderwets in het AFAS-stadion. En na de rust ging de storm iets liggen, maar bouwde AZ de comfortabele voorsprong nog wel uit naar 4-0. Snijboon, één grote uitblinker van deze wedstrijd, hè?
Ja, de man met een plastic auto. De man met een plastic auto. Sven Meinands werd 24 afgelopen week. En zoals voetballers dat dan doen, wordt je auto ingepakt met cellofaanplastic. Gijs, ik kan er echt... Mijn hemel. Ja, wanneer evolueert dat, bedoel je? Grappig. Nee, wanneer evolueert dat? Zeg maar, vroeger was dat waarschijnlijk al niet grappig. Hoewel, dan had je paard en wagen. Dus was je paard in zelf aangewikkeld. Dat was ook niet handig. Ja, want al die spelers kwamen met paard en wagen naar de trein. Wel Thomas Buiting. Thomas Buiting, wel de Amish-speler, ja. En we zijn zo bezig met minder plastic. En dan inderdaad. Nee, ja. Ook dat nog. Ja. Als we het gewoon met karton hadden gedaan. Ja. Is dit ook... Post-its. En jullie hebben ook wel trainingskampen, hebben jullie en zo. En van die trainingsmomenten. Is er ook van die scheidsrechters humor? Nee. We zijn een stel saaie lullen bij elkaar. Jullie pakken ook niet die Raptor van Bas Nijhuis in met rollen en rollen cellofaanvest. We hebben echt een gat in de ozonlaag. We hebben je gat in de ozonlaag te pakken. Die plastic soep verdubbeld. Ja. Nee, ja. Ja, ik vind het gewoon niet heel grappig. Tenminste, ik vind het heel grappig, maar om alle verkeerde redenen. Ja. Neemt niet weg dat Sven Meinands voor mij de man van het weekend was. Want die speelde waanzinnig. Hij is 24 geworden. Wat het is oud en niet oud. Ja. Dus is hij nou talent of niet? Ik durf niet in te schatten waar zijn plafond ligt. Maar ik ben wel heel benieuwd. Hmm. Want het kan echt wel een soort... Ik weet dat Koopmeiners een veel groter talent was. Maar deze jongen kan echt nog wel beter dan dat hij nu doet. Denk ik. Maar het kan ook zomaar zijn dat dit het gewoon is. En dat hij over een paar jaar weer naar NEC gaat. Dus ik ben vooral heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Nou was tegen dit Excelsior ook niet heel moeilijk. Arme dode spelsituaties. 13 doelpunten tegen uit corners. Dat is toch... Zullen ze erop trainen, ik zat dus... Om tegen te krijgen, ik heb twee dingen gedacht. Eén, zou ons team vierde klasse reserve... Of wat spelen wij? Tweede klasse reserve? Ik ben serieus een tijdje niet geweest. Sorry, jongens. Zeg gewoon veertig. Ja, gefeliciteerd. Klasse, Ben je 15e man dan? Mauro is junior van ons team. Ze willen eerst Mauro dan mij. Ja. Zouden wij het slechter doen? Want Excelsior ging nu over van mandekking naar zonnedekking. Ja. Maar vergaten gewoon spelers in de zonnedekking. Vergaten zones. Ja. En het tweede wat ik dacht, als zij zich gewoon bij elke corner met z'n allen op de doellijn gaan staan. Ja. Krijgen ze denk ik minder dan 13 tegendoelpunten in een jaar. Hoewel, dan ga je natuurlijk aanleggen. Dus dan ga je met de voet. Dus dan ga je niet hoog de bal voorgeven. Ja, maar als je dat doet, dan kan je wel eruit lopen. Ja, toch? Dat is waar. Ja, dat is een goede tip. Ja, ik weet niet of ze nog een... Thomas Vaar. Hey, is dat aanvallend of ook verdedigend? Ja. Een hartig woordje. Ja, ze kunnen ook twee muurliggers neerleggen op de lijn. Gewoon van die in het Engels en het draft excluders, van die tochtstrips. Goed, AZ won met 4-0 van Excelsior. Gaan we door naar Ajax tegen Fortuna Sittard. Van het Schip hield zich niet aan zijn belofte om Ajax deze week 4 dagen vrij te geven. Het resultaat was meteen zichtbaar. Ajax moest alle zeilen bijzetten om Kai Sierhuis van de Nimbus 2000 af te krijgen. Invaller Brobby redde een punt voor de Amsterdammers, waar het lek toch niet boven lijkt te zijn. 2-2. Jeroen, eerst wil ik heel veel jouw rubriek die we nog steeds hebben terug in het leven roepen. Wat is dit nou voor regel? Want ik wind me al zo ongelooflijk lang op over de schemerschermersituatie van Brian Brobby. En daardoor wil ik graag deze wat is dit nou voor regel introduceren. Ja. Ik ben namelijk heel erg voor op het moment dat een speler invalt, de vierde man, die maakt zich vrij nutteloos 90 minuten lang. Maar nu gaat hij zich nuttig maken. Voordat hij het bord omhoog houdt, draait hij zich om naar de wisselspeler. Geeft 2 keiharde schoppen tegen de schenen. Als hij oud zegt, mag je er niet in. Nee, als hij gewoon pijn heeft, dan mag je er niet in. Want schaf die regel dan gewoon af, KNVB, met de schermers. Brobby heeft letterlijk... Nou, voor de YouTube-kijkers... Jij noemt het altijd AirPod-doosjes. Ja, van die AirPod-doosjes. Nou, die zijn nog harder. Ja. En groter. En net boven de enkel zit het. En de hele scheen ligt bloot. Waarom hebben we die regel nog? Nou ja, de regel staat gewoon bij de IFAB. Er is wel een vraag uitgegaan naar de IFAB nu. Dat ze ook kunnen gaan omschrijven dat het een bepaalde vorm van veiligheid moet bieden. Met afmetingen. Maar op dit moment is het antwoord... Dat kan niet worden vastgelegd, omdat je lange, korte, brede schenen hebt. Dus dat kan niet voor iedereen zo. Ja, maar dat is echt. Dat klinkt heel stom. Maar je kan het wel relatief ten opzichte van je lichaam kan je het doen, toch? Dus hij moet zoveel procent van je scheen bestaan. Ja. Maar dan moet het van je lengte, met zo'n. Of breedte, dus bij Brobby. Bas Dost is 2 meter. Dus stel je doet 20%. Nou, ik denk dat de schenen van Brobby in de lengte en de breedte hetzelfde zijn. Ja, gewoon 2 vierkanten heeft hij. Dat is een blok beton, hoor. Ja, maar geen scheenbeschermers nodig.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de speler. En, ja, wij als scheidsrechter moeten checken of het er is. Maar je weet zelf of je daar... ja, of dat genoeg bescherming biedt aan je schenen. Zou je fan maar zijn ik ben van helemaal eens? Ja, toch? Ga even twee tikken tegen de schenen van de wisselspeler. Nou, ik moet je eerlijk zeggen... je hebt wel eens over nagedacht. Nee, ja. Nee, maar als ik naar mijn eigen wedstrijden ga kijken... Ik heb nog nooit een speler gehad die iets met een scheenblessure heeft gehad. Dus of dat dan altijd mazzel is, dat weet ik niet. Ja. Maar ik ben het met je eens. Ik zie soms dingen daar invliegen. Ik heb ooit een keer een scheenbeschermer van Xavi Simons. Die vloog uit zijn sok. Dus die heb ik gepakt om even langs de zijlijn te gooien. Want ja, die liep heel ergens aan de andere kant. Ja, die dwarrelde zo. Het was inderdaad een iPod-doosje. Ja. Ja, er staat nergens in de spelregel welke vorm van bescherming het moet hebben. En zolang dat er niet in staat, mogen ze het doen. Okay. Het staat enige vorm van bescherming. Maar ja. Ja. Moet je bij Brian Brobby oppassen dat je hem voldoende vrije trappen meegeeft? Dat kan me voorstellen, want hij is zo sterk dat je een hogere tolerantiegrens hebt van wat je bij hem mag doen. Zoals die speler die aan zijn zij hing en dat hij gewoon nog steeds een sprint van 70 meter inzet. Maar ook die duels die hij uitvecht. Dat je, en in Engeland heeft Haaland of zo heeft datzelfde. En misschien heeft Luc de Jong dat wel in de lucht. Dat ze toch op een bepaalde manier dat je moet oppassen dat spelers niet meer mogen uitvreten bij hen. Nee. Ja, in principe, er wordt misschien wel wat meer uitgevroten, hè, omdat hij wat sterker is. Alleen zolang hij door kan spelen, kan je het nog altijd voordeel geven. Dus bij hem kan dan waarschijnlijk net iets meer, qua vasthouden. Kijk, qua tackles, dan moet je altijd bestraffen. Er worden gewoon meer overtredingen gemaakt op Brobbelin, wij zien het niet. Nee, dat denk ik, maar we zien ook vaak niet wat hij zelf doet. Hè. Hij 9 van de 10 keer zijn actie eerst naar achter vasthouden, waardoor zijn verdediger hem vast gaat houden. Ja. En dat is prima als het twee kanten op is. Ja, en dan die verdediger op zijn rug en dan rent ja, hij kan het zo doen. Hij kan het zo doen. Ja, Stijn, hoeveel procent van Ajax is Brobby? Want hij moest van de bank komen en weer een punt redden. Ja, ik heb in mijn aantekeningen gezet dat hij echt bijna mythisch aan het worden al is. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dit Ajax. Want ook een Kaplan, die wordt ook heel groot gemaakt gelijk. Omdat je op zoek bent naar de lichtpuntjes. Maar Brobby is wel echt goed, hoor. Ja, maar als je kijkt hoe hij natuurlijk binnenkwam. Hè, transfervrij weg voor 18 miljoen teruggehaald. Hij had echt wel wat mensen te overtuigen. En nu gaat iedereen staan op het puntje van zijn stoel zitten vervolgens als hij erin komt. Dat heeft hij wel... hij is wel vrij stoïcijns uiteindelijk gewoon doorgegaan op de route die hij voor zichzelf had uitgestippeld. En hoe maar die dat doet, is ook doet hoe hij is. Ja. Elk interview, elke reactie, elke... Hij is stoïcijns. En hij is... Dat is misschien ook wel zijn kracht, dat hij juist zo... Is hij in de wedstrijd ook zo grappig? Ik geniet van zulke spelers. Ja. Hè? Gewoon willen voetballen, willen winnen. Ja. Maar ook gewoon fair. En hij wordt boos als hem echt onrecht wordt aangedaan. Ja. En dat, soms heeft hij ook nog gewoon gelijk. Wat jij zegt, hij wordt misschien wat vaker gezocht. Hè? Mm-hmm. De tegenstander die bereidt zich natuurlijk ook voor. Dus die weet ook welke spelers ze moeten hebben. Ja. Maar het is wel echt een fijne speler om in het veld te hebben. Ja. Die man is gewoon... Nou ja, je ziet het soms beuken. Hij gaat geen kant op. Nee, het is echt niet... Nou ja, tegen Heracles is zo'n voorbeeld dat je gewoon ziet dat het gewoon echt een... Je hebt die trainingsoefening, toch? Dat je zo achter iemand staat met die twee elastieken en dat je daar moet gaan rennen. Ja, dat wil je bij hem echt niet. Dan vlieg je gewoon zelf naar de andere kant van het veld. Nee, bij katapult, hoor. Dan schiet je er overheen. Gijs, moeten we het nog heel even hebben over Anton Gai? Ja, als de trainer over je zegt... Hij deed het best goed voor zijn doen. Ja... Dat is wel een ongelukkige woordkeus, lijkt mij. Hè? Ja, op zijn minst. Ja. Dat is toch heel zielig. Ja, zielig, ja. Hey, en zij, Fortuna Sittard, gewoon 2-2. Ja. Kai Sierhuis weer. Ja, nou, Kai Sierhuis gaf het goede antwoord op de vraag van... mensen gaan altijd, hebt hij gevoetbald, weet je wel. Is dat dan raar? En Kai Sierhuis die zei, het is inmiddels al echt best wel lang geleden dat ik hier heb gevoetbald. En ik word best wel goed betaald door een andere club. Dus het lijkt me op zijn minst gepast dat ik dan ga juichen voor die club. Eindelijk iemand die dat gewoon zegt. Ja. In plaats van, deze club heeft altijd een bijzondere plek. Dat wil je niet. Maar het viel me ook gewoon op dat... Maar dat zijn vaak ook spelers die hopen ooit een keer terug te kunnen komen. Ja, en misschien heeft Sierhuis die hoop gewoon losgelaten. Dat hij daarom denkt, ik word toch nooit meer in zijn spits en Ajax is prima. Ja. Maar tegenwoordig weet je het niet. Nee, dat is waar. Dit is de enige plek waar ze wel goede spelers hebben lopen. Maar clubs komen echt naar Amsterdam om punten te halen. Dus Fortuna ging zich ingraven, maar dat deden ze niet om zo min mogelijk te verliezen. Het is gewoon echt, je weet gewoon dat er punten te halen zijn uit de arena. En ik blijf er elke week weer verrast... door, eigenlijk. Mm. Dat voetballerij nu zo werkt. Ja.
Ze pakte een punt. 2-2 werd het. Dan gaan we NEC tegen Heerenveen. Twee ploegen in vorm hadden de handen vol aan elkaar. Heerenveen, keeper van de Hart, had de handen zo vol dat hij de bal er af en toe niet bij kon hebben. Na een paar wedstrijden, na een paar keer grabbelen, werd het twee keer echt te veel. En ze won NEC met 2-0 voor de 7e thuiswedstrijd op rij. En dan rijdt de Meijermobiel nu echt richting de play-offs. Voordeel van de maandag opnemen, Snijboon. Mm-hmm. Van Wonderen raadde het weekend al aan. Heerenveen, praat even met wat andere trainers. Ja. En nu blijkt waarom. Ja, ja, het is ja, wat kip wat ei, hè? Want ik weet niet of je het had gezien, Jeroen, maar... Nou, ik hoop dat je dat wel weet, wat het kip het ei is. Ja, maar dan wil je een eitje en dan gooi je zo'n kip in de pan. Nou goed, oké. Kees van Wonderen werd ermee geconfronteerd dat Heerenveen, terwijl hij gewoon coach was van Heerenveen, eigenlijk nog niet echt bekend was geworden dat hij wegging, dat ze gewoon in een hotel in Wolvenga, dat je had net zo goed gewoon tijdens de wedstrijd op de middencirkel kunnen gaan zitten, ja, met Marie Stijn had gesproken. En nu werd maandag werd bekend dat ze inderdaad uit elkaar gingen. Maar dat, het voelt allemaal heel raar qua timing, Gijs. Ja, want hij was ook veel te relaxed, vond ik, Kees van Wonderen, ja, na het interview van... Super nette reactie. Aangeraden, ja, om, ja, met de andere trainer, want het is professioneel. En hij wist natuurlijk al lang... Ik zei nog tegen mijn vriendin, dat moet je niet gewoon Tinder downloaden? Ja, ik gaf het thuis nog aan. En hij wist al lang dat dit persbericht eraan zat te komen. En hij wist al lang dat hij zou vertrekken bij Heerenveen. Ja. Maar goed, we zullen het zien. Stijn en Rick Kruijs zijn volgens mij de twee voornaamste kandidaten, ja, om het te proberen. Wel interessant. Het is wel, ja, twee kanten van het spectrum. Dus ik ben heel benieuwd. Rick Kruijs doet het goed bij een heel gemankeerd VVV. Vorig jaar goed gedaan. Dit jaar met heel weinig geld doet hij het nog steeds wel goed. En Marie Stijn heeft natuurlijk een hoop goed te maken. Met heel veel geld heeft hij het heel matig. Ja, ja, ik weet niet wie de technische directeur is bij Heerenveen, maar dat... En NEC is gewoon 7 keer op rij thuis winnen. Plek 6, 1.8 achter Ajax. Goeie Meijer, overperformer. Grote klasse. Ik zou geen kant op gaan als ik hem was. Lekker blijven zitten. Ja, zeker. In het kader van Stoïcijns doorgaan. Hè? Ja. Hoe die het begin van het seizoen... Ja. Wat niet ooit nog witte zakdoekjes? Heel eventjes. Ja. Ja, ze hebben toch de bus ook opgewacht toen? Ja, ja, speelronde 2, hè? Ja. Eigenlijk moet Rogier Meijer nu bij de uitgang van het parkeergarage van de NEC gaan staan. Tegen iedereen zo. Hé, wat dan? Ja, ja, ja. Wat dan? Ja, hij moet iedereen op gaan wachten. Alle, ja, supporters. Precies, ja. Ja, ja. Met vuurwerk. Ja, 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 ja. Als het stadion inkomt, staat uit de tribune. Ja, ja, ik stond er al. Ja, 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 ja. Heel vet. Nou goed, NEC won, staat 6e. En Heerenveen blijft op plek 9 staan. Dan gaan we een klein uitstapje maken naar Tim. Of iemand dit nou weten wil. Dat voelt me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ha, arbitrale trio. Ik heb een weetje meegenomen over het logo van Ajax. Dat bestaat namelijk uit 11 lijnen. En elke lijn symboliseert eigenlijk 1 van de 11 basisspelers. Benieuwd of Anton Gaai daar ook bij hoort. Die speelt toch wel redelijk goed, hè, voor zijn doen. Hartelijke groeten, dag. Oké. Okay. Ja. Oh, interessant. Ja, wist ik ook. Is het per ongeluk? Of hebben ze dit met 11 lijnen echt bedacht? Ik denk dat dat ze 10 lijnen hadden en dachten, laten we de 11 erbij doen. Okay. Goed, gaan we de laatste 3 wedstrijden. Almere City tegen FC Utrecht. Op een winderige akker in Almere voelt de Fransman Juan Catlin zich als een koe in de wei. Zijn geweldige knal zet Atletico Flevoland op 1-0. En na een opvallende rol voor de scheidsrechter, Jeroen, daarover later meer, die doorliet spelen bij een hoofdblessure, werd het 1-1. Zo blijft Almere dit seizoen ongeslagen tegen FC Utrecht. En Jeroen, help ons even uit de brand. Regels rondom hoofdblessures. Zijn er niet. Er zijn richtlijnen. Aha! Kijk! Sparks of the Caribbean. Ja, 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 ja. Heel goed. Nee, het blijft altijd super lastig. Schets het moment. Kan je het voor de geest halen of moet ik het voor schetsen? Ja, schets jij dat eens? Die man is hier te gast. Ja, ja, je hebt ook helemaal gelijk. Ja. Aanval Utrecht. Twee spelers van Almere City komen volgens mij met elkaar in botsing. Waar, ja, volgens mij Racing in ieder geval met een klapje, tikje op het hoofd naar de grond gaat. Utrecht speelt door. En van de medespeler. Schouder van de medespeler. Schouder van de medespeler tegen de hoofd van Racing. Ja. Utrecht speelt door en maakt 1-1. En normaal, volgens de richtlijnen, klaarblijkelijk, wordt afgefloten zodra er iemand op de grond ligt met een hoofdblessure. Ja. Waarom in dit geval die? Nou ja, daar zit ook weer een nuance in. De hoofdblessure, als wij het idee hebben dat de ernst zo is dat er meteen hulp moet komen. Ja. Maar ja, hoe ga je dat in godsnaam bewijzen? Hoe, ja, ga je dat in... En ik had het interview gehoord van de speler. Die zei ook van, ik ben even weg geweest, maar ik was ook gelijk weer bij. Maar dat herken je niet in het veld. Nee. Dat zie je niet in het veld. Er gebeurt iets. Die bal ligt op de punt 16 links. Er komt een voorzet. Ook nog een keer een schot in het gezicht volgens mij van een speler van Almere. Ja. En daarna valt het doelpunt. Maar dan ben je echt 4-5 seconden, 6 seconden verder. En dan heb je pas dan herken je, oké, okay, het is zijn gezicht, het is zijn hoofd. Is het erg, ja of nee? Ja.
Kijk, en dat is natuurlijk het gekke. Is het op de middenlijn? En die bal is op de middenlijn. Doe je tuut. Ja. En dan zit er geen gevaar aan. Maar we moeten natuurlijk ook gaan voorkomen. En dat het, niet dat dat nu het geval is. Maar dat gaan ze misschien wel doen. Dat ze het gaan faken. Ja, dat ze zeggen, ja, ik grijp naar mijn hoofd, dan moeten ze stoppen. Ja, ja, ja. Dus zodra dan een doel rijpen kan, dat iedereen naar de hoofd gaat grijpen. Ja. Dat nou is ja, toch altijd, wie deed, was Danny Buijs altijd? Ja, dat zijn keeper altijd geblesseerd raakte na 20 minuten, zitten. Zodat hij het spel even om kon zetten. Ja. Dat je bij een geblesseerde keeper moet je altijd het spel stilleggen. Ja. Ja. Nou, ik heb natuurlijk hetzelfde, we hebben het er net even over gehad bij AZ NEC, natuurlijk met Bas Dost. Ja. Dan gaan we even terug in de tijd. Eigenlijk precies hetzelfde. He, ze stonden op dat moment 2-1 voor, waren nog 5 minuten te spelen. In mijn oog grijpt hij naar zijn schouder. Maar AZ is vol in de aanval. Ja, ja weet je. Ja, ja, ja. Schouder. Nou, dat bleek dus wel zijn hoofd te zijn. Maar in ieder geval niet eens zijn hoofd. Maar gewoon zijn hele lichaam. Die, ja. Maar dan moet je op dat moment in die split second gaan bepalen. Oké, is dit dus ernstig genoeg? En we kunnen niet bij elke speler die naar beneden valt en naar het hoofd grijpt. We hebben ook heel vaak dat we de VAR horen zeggen van nou, hij raakt zijn schouder. Het is zijn hoofd niet. Terwijl ze zo gaat het echte van het ontechte maar onderscheiden. En in dit geval was het ook echt. Hè, want je ziet hem ook op de grond gaan. En, maar dat zie je in het veld niet. Nee. En 5-6 seconden later ligt die bal in het net. Neem je dat van Dost? Neem je dat mee naar huis of niet? Als zoiets gebeurt als je de wedstrijd leidt? Ja, tuurlijk. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee. Het enige wat je hoopt... En dit heb ik ook al eerder aangegeven in een andere podcast. Van, weet je, op een bepaald moment ga je denken, had ik eerder kunnen zijn? Had ik eerder moeten zijn? Ja. Je gaat een soort van schuldgevoel bij jezelf menselijk neerleggen. Ja. Terwijl je eigenlijk achteraf ook weet. En als je de beelden bekijkt, dan kan het eigenlijk ook niet eerder. Ja, natuurlijk, het meest ideaal is gelijk tuut. Maar dat maar, was in die situatie... Wat je zegt, dat, dan zou je nooit meer een wedstrijd volmaken. Want dan zou je alleen maar het spel stilleggen voor de zekerheid. Ja. Heb je nog contact met hem gehad? Ja, okay. Ik heb hem per telefoon hebben we contact. Ja. Hij is bezig aan zijn herstel, geloof ik. Ja. Laten we hopen dat hij snel weer... Of in ieder geval, hopelijk voetbalbaar... In ieder geval gewoon weer volle bak. Gezond is. Gewoon lekker geniet van het leven. Precies. Almere City en Utrecht bijzaak. Allebei een punt 1-1. Gaan we naar de PEC Zwolle tegen Volendam. Vorige week liet PEC Zwolle na om met Tom Haaien naar de wc te gaan. Deze week liet het na om van Volendam te winnen. Davy van den Berg schilderde een vrije trap namens de blauwe vingers in de kruising. En Volendamse aanvoerder Mirani offerde bijna zijn frontale cortex op om koppend gelijk te maken. 1-1. Snijbon. Is dat dan vingerverven? Als de blauwvingers iets... Ja, dat was zo'n klein linkje. Ja, dat is gek. Leuk. Ja. Heel goed. Snijbon. Jij moet echt dichter des vaderlands worden een jaar, denk ik. Nou, ik zou het iedereen afraden. voor een leek als ik. Alweer een onbegrijpelijk afgekeurde goal. Nou, ik ben verschrikkelijk blij dat je er bent vandaag, Jeroen. Want mijn hemel, wat is er veel gebeurd met de scheidsrechters. We hebben het hier al heel kort over gehad. Dat kunnen de luisteraar wel meegeven. En Jeroen en ik zijn het compleet met elkaar oneens hierover. Nee, ik ga achterover zitten. Er wordt een vrij trap ingebracht vlak voor tijd door een speler van PEC Zwolle. Twee spelers, stand 1-1. Ja, toen. Stand 1-1. Ja. Twee spelers van Volendam gaan met elkaar de kopduel aan. Zoals spelers van Volendam dat doen. Gewoon, moi. Ze koppen hem opzij. Velios krijgt de bal voor zijn voeten. Die scoort. PEC juichen. Ik denk, mooi. Want het kan nooit bij het spel zijn. Want de speler van Volendam die kopt hem. En zo hebben we dat geleerd. Wat schetst mijn verbazing. Die goal wordt afgekeurd omdat het een onbedoelde actie was. Jeroen, die spelers van Volendam zijn gewoon niet zo goed. Dus hoe moet je dan inschatten of ze iets bedoelen of niet? Dus begrijp je goed dat jij nu zegt als PSV dit was overkomen, dan was het wel terecht afgekeurd. Want die kunnen wel koppen, want ze zijn bovenaan. Dat is dus de vraag. Op welk niveau is een verdediger zo goed dat als die... hem opzij kop naar de spits van de tegenpartij dat het onbedoeld is. Want bij Volendam durf ik gewoon vrij veel van mijn spaargeld erom te verwedden dat dit precies was waar hij die bal in wilde koppen. Ja, dat zijn jouw woorden. Kijk, jij zegt het is een onbedoeld, maar het is een ongecontroleerde. Het is een speler die in de lucht hangt. Ja, maar dat is ook alles wat ze bij Volendam doen. Ongecontroleerd. Zelfs het beleid. Ja. Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik snap zeker wat je bedoelt. En ik snap ook best dat mensen daar vraagtekens bij hebben. Van ja, maar heel makkelijk zeggen we, hij komt toch van de verdediger. Hoe kan het buitenspel zijn? Ja, en het voelt een beetje alsof je naar redenen zoekt om doelpunten af te keuren. Terwijl... Nou, we hebben er juist voor gekozen. We willen meer doelpunten zien. Dus we geven het voordeel van de aanvallende partij. Alleen ze hebben ook wel bij de IFAB ervoor gekozen. Dus de spelregelcommissie. Om meer duidelijkheid. Ja, dan kan je er weer om gaan lachen nu waarschijnlijk. Want het wordt alleen maar onduidelijker misschien. Ja. Maar meer duidelijkheid te geven aan die buitenspelregel. En ze hebben gezegd. Op het moment dat een speler ongecontroleerd een bal probeert weg te werken. Of wegwerkt. Dan heeft de tegenstander die buitenspel stond daar profijt van. En dat willen we niet. Dus de interpretatie is... Was dit gecontroleerd? Ja of nee? Ja.
Oké. Okay. Dat is de afweging die je moet maken als scheidsrechter en assistent scheidsrechter. Soms zitten de regels het spelletje in de weg. Oké. Okay. Nou, in ieder geval allebei een punt. Maar het was toch allemaal bijzaak, Snijboon. Ja, zeker. Er werd in de, volgens mij, 35e minuut. Was het? 34e minuut werd er geklapt. En ik in eerste instantie ontging mij een beetje waarom. Totdat de commentator vertelde. En achteraf bleek ook dat Robert Muren daarom niet speelde. Maar dat Ramon Visser was overleden op die leeftijd. En dat was een bekend gezicht in Volendam. Tot zijn 18 in de jeugd gevoetbald. Was ongeneeslijk ziek. Heeft nog jeugdteams getraind bij FC Volendam. Was nu assistent bij RKAV Volendam. Was een van de beste vrienden van Robert Muren. En die heeft daarom ook niet gevoetbald. En dat vond ik heel erg lekker verfrissend. In een wereld waar voetballers vaak soms uren nadat ze vader zijn geworden al moeten voetballen. Waar altijd wordt gesproken over dat als iemand dichtbij overlijdt, dat het voetballen zo lekker is, want je kan je gedachten verzetten. Ik vond het heel verfrissend om eens te zien dat iemand gewoon even lekker niet ging voetballen, omdat het allemaal even te veel was. En ik hoop dat nog vaker te zien. Want ik las met laatst iets vrolijker reden, hopelijk, dat mensen vrij nemen. Nou, of in ieder geval dat als het zo heftig is, dat je er even voor kiest om even niet dat te doen. Hè? Er komen steeds meer onderzoeken naar voren over hoeveel invloed stress en ook de situatie buiten het veld ook kan hebben op bijvoorbeeld hoe makkelijk je blessures oploopt. Omdat je dat staat gewoon in verbinding met elkaar. En als je dat allemaal tegen elkaar afweegt, dan als zulke dingen je overkomen in je privéleven, is misschien PEC Volendam wel prima om even te missen. Ja, heel goed. Werd 1-1, inderdaad bijzaak. Allebei een punten van Lam kruipt zo dichter bij Vitesse. En Vitesse speelde namelijk de wedstrijd van de week. Hey, ja, la, 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 la. Wedstrijd van de week. Van de week. Wedstrijd van de week. Een absolute kelderkraker bij de wedstrijd van de week. RKC tegen Vitesse. Gelredome eigenaar Van der Kuyt heeft interesse om Vitesse over te nemen. Na zaterdag kan hij beter nog een paar weken wachten, want dan krijgt hij keukenkampioen divisie korting. Vitesse ging in Waalwijk met 3-1 onderuit en ziet het gat naar plek 16 groeien tot 5 punten. Dit terwijl RKC, niet geheel toevallig, het gat naar plek 17 ziet groeien tot 5 punten. Ik heb meteen de eerste tip voor Van der Kuyt, Snijboon. Mm-hmm. Ze hebben 7 spitsen gehad dit seizoen, Vitesse. Mm-hmm. Laatste is Max Meerdink. Hoeveel doelpunten hebben ze gemaakt? De spelers die opgesteld waren in de spitspositie van Vitesse. Echt 1 of zo? Net zoveel als Jeroen. 2 dus. 0. Echt? Ja. Dus ze moeten gewoon zonder spitsen spelen? Ja. Is dat de tip of de nieuwe spits halen? Allebei. Okay. Eén van beide. In ieder geval niet zonder spitsen goedkoop. Want ik denk dat Van der Kuyt, nou ja, het zal wel een redelijke financiële afweging zijn. Hij heeft het grootste belang bij dat Vitesse blijft bestaan. Hè? Want als je eigenaar bent van dat stadion en er is geen profclub meer in Arnhem. Zonder bolletjes. Ja, dat is waar. Ja, 365 dagen per jaar. Je kan het uitverkopen, denk ik, hoor. Je trekt mee mensen, denk ik. Ja, misschien is dat wel zijn doel. Ja. Vitesse kopen, helemaal failliet laten gaan. Dan gewoon alleen het stadion gebruiken voor snolle bolletjes. Maar daar hoef je Vitesse dus niet voor te kopen om ze failliet te laten gaan. Nee, dat is waar. Is de Gelredome voor scheidsrechter wel heel fijn? Want het is wel een heel nieuw stadion. Alles is goed vooral geregeld. Als het dicht is, het regent. Ja. Dan is het Ja, toch nooit regent. Het blijkt gewoon dat er een mooi weerscheidsrechter doordat het dicht is. Maar is het bij een modern stadion werkt dan ook de wifi beter voor je connectie met je assistent en zo? Of heeft dat niks met elkaar te maken? Of zeg ik nou iets heel doms? Nee, hoe moderner het is, hoe meer problemen je kan hebben door al die zendmasten en al die. Er zitten ineens hele andere mensen op de lijn mee te praten. Die Weerskar Radio. Ja, precies. Nee, maar gewoon qua kleedkamer. Verkeerstoren op Schiphol, die hoor je af en toe tussen doen. Want ik kan me voorstellen dat je bij, ik zeg het, dus je hoeft het niet te beamen. Dus bijvoorbeeld bij Go Ahead, dat je met een lekkende douche op een wc zonder bril op een bankje die bestaat uit één plank zit. Terwijl bij Vitesse toch wel gewoon een beetje op stand in zo'n kleedkamer zit. Speelt dat enigszins mee? Maakt het niet uit. Nee? Waar hebben ze zitten op alle kleedkamers in stand. Nee, waar is de mooiste scheidsrechtskleedkamer? De mooiste? Ja. Benfica. Mag... Oh. Ja. Oh, vet. En wat is daar zo mooi aan? Lekker weer. Ja. Geen eten. Daar vergis je in. Nee, het is gewoon super groot. Allemaal je eigen kluisjes, je dingetjes. Er zitten allemaal van die koudwaterdompelbaden in. Meen je? Ja, maar dat is toch logisch ook? Koelkasten vol met eten en drinken. Allemaal energiedingen. En het is echt. Zo'n luikje ook, waar ze dan dat geld aan door kunnen geven in Portugal. Daar kan je niks over zeggen, Jeroen. Ik dacht met de Chinees erachter. Nee. Oh, ja, die geven ook geld trouwens. En in de Eredivisie?
De favoriete scheidsrechtskleedkamer? Favorieten? Nee, ik heb geen favorieten. Nou ja, bij Heracles kreeg je altijd zo'n zakje met Van Bolletje. Die is een sponsor daar. En ze kregen beschuitjes en dingetjes mee. Oh, wat lekker. En zo'n zakje met van de kunstgaskorrels. Ja. Van de katen kreeg je ook. Kan je thuis inzaaien. Ja. Heel goed. Nou, in ieder geval RKC won met 3-1 en kruipt zo iets weg van en, degradant plek 17. Volgende week Excelsior. Vitesse. Nee, Excelsior RKC, volgens mij. Zo moet ik heel veel kijken voor je? Dat dacht ik. Want ik dacht dus namelijk dat Excelsior met deze week 9 spelers mist, volgende week tegen RKC volgens moet. Volgens mij is het is Excelsior RKC. Ja, en dus RKC kan in 2 weken zichzelf wel echt 2 hele grote diensten bewijzen. En Vitesse Almere, zaterdagavond. Ik ga ervoor zitten, denk ik. Nou, dat lijkt me wel. Ja. Heel goed. Goed jongens, dan zit erop alle 9 wedstrijden, alle 18 teams. Behandeld zo goed als het kwaad als het kan. Snijboon, dankjewel dat je was maandagavond. Hartstikke leuk. Jeroen, dankjewel voor de duiding. Weer goed de scheidsrechters even aan tafel te hebben. En een goed geluid. En hopelijk verminderen de DM's over je moeder na deze uitzending. Gijs, je hebt het zelf in de hand. Normaal vragen aan Jeroen hoe de regels om elkaar zitten. Ja. Dank voor de duiding. Kijkers, luisteraars, bedankt. We zijn er donderdag gewoon weer met het Eredivisie Erfgoed Elftal. En dan volgende week maandag ook gewoon weer. Wie weet, met iemand, met een gast en hopelijk met z'n vieren. Tot dan. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.